Leuk dat jullie kijken bij deze eerste video van dit seizoen officieel. We gaan... Ja, jongens, we gaan onderweg naar Tsjechië, jongens. Normaal gesproken gaan we met de auto. Maar als je even die kant op filmt snel, voordat mensen gaan zeuren. Gaan we dit keer met het vliegtuig. En dat wordt echt een hele happening. Weet je wat het is? We dachten bij onszelf, normaal gesproken gaan we met de auto. Dus dan is het even kijken van wat is efficiënter, hoe gaan we het snelste naartoe naar Tsjechië. En we kwamen er gewoon achter dat vliegtickets goedkoper waren. In dit geval is het ook 11,5 uur rijden. Ja, want normaal gesproken naar Tsjechië of zo is het 9 uur. We gaan nu overigens wel naar een hele nieuwe plek waar we nog nooit zijn geweest. Dus gewoon echt een hele nieuwe locatie voor jullie met winkels, vuurwerkwinkels. Niet te hard zeggen hier zo. Maar alsof wordt onze tasten natuurlijk uitgepakt. Je hebt natuurlijk nog wel coronatijd vandaag, dus dat we dit stukje hier zo opnemen. Nog even wachten. Jordi is bezig met zijn laatste. Ben je allemaal erin aan het stoppen? Ja. Vuurpijlen? Ja. Ja, man. Met zijn mondkapje op de tandarts. Yes, jongens, op dit moment zijn we aangekomen op het vliegveld. Zonder mondkapje gelukkig. Nu gaan we even kijken waar we de auto kunnen ophalen. Want dan kunnen we eigenlijk gelijk gaan, man. Die staat ook nog ergens. Zei je? Die staat ook nog ergens. Ja, die staat ook nog ergens. Hoop je. En dan gelijk naar de vuurwerkwinkels, jongens. We staan bij de auto die we huren. Het ziet wel goed uit, deze auto, denk ik. Ja, toch? Jordi is even de schades aan het controleren. Zou je wel even erop moeten lopen? Ja. Oh, hier is het ook goed. Ja, die staat wel op die kaart. We moeten dat wel even goed checken, man. Waar is een deuk? Ja, dat staat gecontroleerd, man. Kijk dit. Hoe ze een auto afleveren. En dit? Ook schade? Ja, dat wel. Toch? Of ben ik nou blind? Kijk hè? Nee, man, hoort zo. Je ziet wel een soort van kleuren. Hoort zo, man. Dus we zitten op dit moment in de auto. Skoda Fabia, voor de liefhebbers. Vind ik wel prima zo. En een heel peloton aan politie rijdt er al. Oké dan? Ja, moet nagaan. Oh, dat is een aanrijding, man. Bro. What's up? Kijk die scope. Nou, wat zei je dan? In ieder geval rijden we nu onderweg naar het hotel. We kunnen nog niet inchecken, omdat we gewoon veel te vroeg zijn. Maar wat is het ideaal, man, met vliegtuig? Even serieus. In plaats van normaal gesproken 9,5 uur rijden met de auto, benzine betalen en shit, hebben we nu gewoon een vlucht van een uur gehad. En het is gewoon nog ochtend. Dus we hopen in ieder geval dat hotel in kunnen, ja toch? Yes. En wat gaan we doen met die winkels? Nou, even kijken. Ja, eerst even kijken welke dan de beste zijn. Even rustig aan, we zitten hier best wel een aantal dagen. Dus de komende weken gaan jullie heel veel video's zien van ons uit Tsjechië. En wij zijn hier zelf ook nog nooit geweest, zoals ik eerder op Schiphol ook al zei. Dus ik ben super benieuwd wat ze hier hebben. We gaan echt veel Tsjechische producten testen. Ja, echt leid, man. We zijn net ingecheckt bij het hotel. Laten zo maar van jullie zien hoe het eruit ziet daar zo. Want we hebben echt een mooie kamer, maar we wilden opschieten. En snel even richting de vuurwerkwinkels. We rijden nu echt in de binnenstad. En ja, op zich wel een mooie stad, man, zoals je kan zien. Kijk daar in de verte, mooie gebouwen. Het is een paleis volgens mij. We komen voor vuurwerk natuurlijk, maar het is op zich echt een mooie stad, gek. Ja, ziek gebouw, hè? Ja, man. Bizar. Zeker bizar. Nou, we hopen in ieder geval dat ze nog wat vuurwerk hebben. En dan laten we dat ook even aan jullie zien. Er komt ook nog een uitgebreidere video van de winkels. Of van de winkel, maar ja, die komt er nog aan. Zijn we, jongens. Pyrotechnica. Ik ben heel erg benieuwd hoe het hier binnen is, man. Kijk deze cakes. Panta. Het is echt niet normaal, man. Veel losse knallers ook. Allemaal Tsjechische Thunderkings ook. Die gaan we ook zeker nemen. Hier heb je nog meer
Wat een winkel dit, man. Ik zeg eerlijk, moet je deze vuurpijlen zien, man, van Panta. Ziek, man. Hey, misschien ook even een Pantaatje, man. Jordi is bezig met een hele verzameling, wat we alvast willen. Ja. Voor vanavond. Pak je jokerpijlen, Thunder Kings. Klein spul. Kleine knallers. Goed. Ja? Die Negatron ook nemen. Gewoon met het vliegtuig hier gekomen en dan vuurwerk zien. Veel Panta. Dit is eigenlijk een soort feestwinkel. Maar ze verkopen dus heel veel vuurwerk. Op dit moment zijn we op de hotelkamer. We gingen toch nog even naar de hotelkamer om even te chillen. Batterij van de telefoon op te laden, et cetera. Maar ik zeg je eerlijk. Oh, ik praat wel in het licht nu. Deze hotelkamer is echt gruwelijk, man. Meneertje ligt alweer. Plek zat. En ik ga jullie... Hij is wel groot, Philip. Ja, veel groter dan we gewend zijn met Polen en zo. Ik ga jullie nu de badkamer laten zien. Check dit. Ah, dit is echt ziek, man. Hé, hey, vorige keer, weet je nog? Uh-huh. Zo, die was kut. Ja, man. Het grappige is, jongens. Ik heb hier zo eiwitshakes van Mobice. En Jordi heeft ze gewoon van Joel Beukers. En vanavond gaan we zeker even stoken. Maar ik denk dat we eerst even toe zijn naar wat eten, man. Eerlijk? Je hebt wel een gekke Fabiano hier zo in Praag zitten. Dus daar... En vanavond na het eten gaan we gelijk even stoken, hopelijk. Maar we hebben nog maar een uurtje of zo voordat die winkel sluit. Zeg je? 50 minuten. Tot 10 over. Ja, laten we dan nu gaan, man. Dus ik zou zeggen, we gaan zo snel mogelijk. Ja, kom, we gaan nu. Let's go. Ja, jongens. Eten is gekomen. Jordi eet zijn lekkere pizza. Wordt smullen, man. Straks lekker stoken. Wat een leven. Man. Wat een leven. En je ziet hier niks van corona, hè? Gewoon niemand die afstand houdt of iets. Ja, dat valt me op. Mooi. Je kan bij... Stapjes aan de kant zo. Iedereen mag gewoon... Ja, man. Woord. Zonder mondkapjes op. Hoe is die pizza dan? Ja, goed. We staan op locatie, jongens. Goed nieuws en slecht nieuws. Het slechte nieuws is dat het eigenlijk te laat is om nu nog naar een stooklocatie te zoeken. We kwamen net op onze ideale stookplek. Het is dat het heel erg warm weer is en dat er heel veel mensen gewoon daar aan chillen waren. En te veel wandelaars, kinderen die daar aan het chillen zijn, mensen die barbecuen en zo. Dus helaas kunnen we daar niet stoken. Dus niet per se dat het niet mag, maar we willen die mensen gewoon niet tot last zijn. Dus we hebben besloten om morgen gewoon voor jullie... extra te gaan stoken en dan zien jullie dat in de komende vlogs nog terug. Het goede nieuws is, we hebben dus wel een aardig tasje kunnen scoren bij die winkel waar we er net waren. Jullie hebben het allemaal kunnen zien, denk ik. En Jordi, de cameraman, heeft even de favoriete producten uitgekozen. Zoals ik al zei, dit is allemaal legaal hier zo. Gewoon allemaal kat 2. Pak je rookbommen. Nou, rookbommen, het zijn eerder rookstaven dit. Jorgen. Die zijn goed hoor. Ja, die zijn zeker goed. Kijk eens, bijen. Ook heel erg onschuldig vuurwerk. Dat was wel lachen erbij te... Ja, we zeiden van, weet je, gewoon... maar 2 euro of zo. Precies. En deze, ja, die werden we speciaal ook, door die vrouw die daar verkoper was, werden we daarop aangeraden. Dit zijn dus... even kijken, ja. Dit zijn dus Thunder Kings. XXL. Maar die zijn echt, deze zijn echt zwaar. Ja, man. En we wilden dus ook de Tsjechische Thunder Kings testen. Die zijn dus groter dan normale, want die hebben ook een pakje normale, toch? Kijk, dit zijn ik normale. Ik vraag me af, hoeveel gram zit er in die? Nek? Even zien, man. Hoe komen we erachter? F2, Thunder Flower heet deze. 52,5. Ja, maar dat is dat hele pak, man. Ja, nou, maar in ieder geval, het maakt niet uit. Je ziet hier in ieder geval het verschil, als jullie goed kunnen zien. Kijk, een grotere... En een kleinere. Dat is ook de bedoeling, dat we een beetje gingen testen. Deze zijn dus helaas dit jaar illegaal in Nederland. Maar ik kan wel alvast verklappen aan jullie dat ik heb opgevangen dat de single shots dit jaar terugkomen in Nederland, maar dan onder de wet van de mines en zo. Dus ja, ze gaan wel iets verzinnen, maar waarschijnlijk wordt de knal natuurlijk veel minder of zelfs helemaal niks. En dan is het geen Thunder King, maar... Nee, knal komt er sowieso in voor. Maar daarom dachten we van, weet je, Tsjechische... Ik ken ook het merk niet, maar jij? Ik kom er niet bekend voor. Nee, man, deze. Geen idee. Staat hier dan? Ja, we zien nog echt niet echt een. Oh, wel. Wat dan? Een start. Start? Ja. Ja, nee. Maar is dat gewoon fuse?
Klopt. Fanta kennen we natuurlijk wel. Een mooi cakeje, 16 shots. Ook een mooi dingetje, een paar eurootjes. We dachten altijd van, dit was ook jouw keuze trouwens, man. Nou, daar hebben we nog een pakje Megatresk, de oude vertrouwde. We hebben voornamelijk nieuwe producten hier gehad die we nog nooit gehad hebben. Maar ik dacht van, bij deze dachten we van, ja toch, gewoon even een beetje mee kloten. Megatron, ook jouw idee, hè? Oh, oh, oh. Nou, zoals je kan zien, P1. Torpedo, en die wil ik wel even speciaal even laten zien aan jullie. Als ik hem eruit kan krijgen. Zal ik dat doen? Ja, dat zal ik wel even doen. Kijk. Mooi verpakt. En ja, die wilden we hebben omdat we ook die nog nooit hebben gehad. Kijk nou. Hier zit een stickertje in, man. Oh ja. Van Dextrin. Nou, ja. In ieder geval, die wilden we dus bij hebben om ook even te testen. En die wilden we dus allemaal, dit wilden we allemaal even gaan testen op een locatie waar niemand is. Maar goed, waren niet dat het te druk is. Want ja, daar willen we gewoon geen gezeik mee hebben. Weet je, kinderen die misschien bang worden van de knallen of dieren. Dus we gaan morgen even overdag, denk ik, even gewoon even een mooie locatie zoeken. Samen met de winkel ook. Romeinse kaarsen. Mogen ook niet meer in Nederland natuurlijk. Dus daarom moeten we hier gewoon even testen voor de gein. Ja, zo al met al hebben we een aantal leuke dingen gescoord die we speciaal voor jullie vanavond wilden doen. Maar goed, dat kan dus niet. En ik hoor jullie trouwens wel denken, heb je hier geen groter vuurwerk? Zwaardere knallers, maar die heb je dus niet. En dat willen we ook eigenlijk niet meer doen. We maken puur die trip om een nieuwe winkel te bezoeken, nieuwe producten te zien. Omdat het gewoon, ja, omdat het verschil met Nederland... Die voor ons nieuw zijn dan. Ja, die voor ons inderdaad nieuw zijn. Want dit is natuurlijk niet nieuw. Maar het bizarre is dus dat... Oh, trouwens, ik vergeet nog wel Jorgen Pelemans. Oh ja. Het belangrijkste. Leukste. Gewoon. Kijk, dit zijn die JR101 pijlen. En zoals ik net ook al wilde aangeven, is het eigenlijk voornamelijk zo dat we het zwaardere vuurwerk wat willen laten liggen. Omdat dit hier gewoon toegestaan is. En daarom willen we laten zien van, hé, dit is toch weer nieuw. Misschien leuke knalletjes, leuke producten. Om aan jullie te laten zien. Ik denk dat we vanavond even gaan chillen, ook op de hotelkamer. En heel misschien kunnen we toch nog dat cakeje doen. Maar dan moeten we even kijken of we ergens een locatie kunnen vinden als het donker is. Want dan barbecuet natuurlijk niemand. Althans, gaan we niet vanuit. Dus misschien het cakeje doen en wel even een rookbonnetje of zo, een beetje kutten. Laten we maar naar de hotelkamer gaan, man. Let's go. We gaan gelijk pitten, denk ik. Jordi staat er ook maar een beetje bij. Zo van, wat moet ik doen? Ik zeg je eerlijk, jongens, het was best wel een lange dag, ondanks de korte vlucht. Maar ja, we zijn dus last minute nog even naar de vuurwerkwinkel gegaan. En daar hebben we nog even wat bij gekocht. En zoals jullie net hebben kunnen zien, helaas niet kunnen afsteken. Maar jullie hebben nog van ons te goed. Dus in de volgende vlogs en video's gaan jullie echt zien dat we natuurlijk veel meer gaan afsteken. Want daar komen we inmiddels... Hoe gaat dit aan dan? Kan dit niet aan, Goos? In de komende video's gaan we dus ja, nog meer stoken. En morgen, wat jullie dus volgende week gaan zien, zie je dat we gewoon echt ja, alle producten in die winkel ook even belichten. Ja, maar ze hadden echt heel veel. Jullie hebben het een beetje kunnen zien. Heel veel grote cakes. Ah, ik zou er gewoon gelijk een paar van die grote blokken mee moeten nemen. Naar Nederland gewoon ook. Ja. Ja, gewoon in het vliegtuig ook gewoon. Ja, toch? Nee, geen geintje, jongens. Ja, komende tijd, jongens. Ik zweer, ik heb het super erg gemist. Dit was vlog nummer 1 op 1 september. Het vuurwerkseizoen is nu echt begonnen. En zoals ieder jaar beginnen wij in september gewoon gelijk bam. Met Polen-video's, Tsjechië-video's. En laten we gewoon zien dat het seizoen weer begonnen is. En ik hoop dat jullie ook gewoon weer zin hebben in die video's. Want wij zijn eigenlijk ook wel... kan ik nu wel zeggen, een van de enigen die gewoon echt consequent ook doorgaan. En dat ligt niet aan het feit dat je niet wil doorgaan, maar gelukkig, thank God, kunnen wij ook nog gewoon doorgaan. Ja, en blijven we dat ook gewoon voor jullie maken. En we gaan niet afwijken van deze dingen. Binnenkort meer, volg Pyroteam Delft op Instagram, want er zijn heel veel stories nu online van Tsjechië. Volgende week nieuwe video, jongens. Zien jullie daar. Later.